Eva vraagt zich af, doet u aan Halloween? Nee, alleen Walibi Fright Night. Ja. Nee, wij vieren het niet. Nee, wij vieren het niet, nee. Nee, ik vier het eigenlijk niet. Nee. Nee, ik had wel soms van die pompoenen gemaakt en zo. Ja. En daar, maar niet echt meer. Maar... Ja, meedoen. Niet echt. Nee, verder vieren we het eigenlijk niet zo, nee. Nee, Halloween is denk ik een beetje Amerika en wij zijn toch een beetje Holland. En in Holland doen we geen Halloween, denk ik. Nee. Leuk feestje voor kinderen en zo. Dus niet voor volwassenen, maar voor kinderen vind ik het wel leuk. Ja. Ja, een overdreven Amerikaans feest eigenlijk. Ik vind het helemaal niet bij Nederland passen. Ik vind het wel een leuk gezicht. Het hoort bij de herfst. Pompoens. Ja, je moet een beetje. Het is een beetje fantasie eigenlijk, hè? Dus het is een keertje wat anders dan normaal. Dan normaal feestje. Dus het is wel leuk. Zoals in Nederland hebben we Sint Maarten bijvoorbeeld. En nou ja, dat vind ik er veel beter bij. Dat hoort bij onze cultuur. En dan moet je niet iets uit Amerika wat eigenlijk geen culturele oorsprong heeft vieren. Nou, we gaan met z'n allen logeren en verkleden en zo. Gewoon gezellig. Geen idee. We hebben het nooit gevierd. Dus nee. Meestal als je iets vaker doet, dan ga je het altijd zeg maar doen. En wij vieren het nooit. Nee. Nooit gevierd. Dus. Bij ons in de buurt doen ze dat niet. Ja, ik weet het niet. Dat doet niemand. Ja, ik vind die bij Nederland passen. Ik denk, we hebben gewoon een mooie feest voor onszelf. En dan denk ik, daar moeten we ons aan vasthouden. En niet allemaal dingen erbij gaan doen om het maar te compenseren en omdat het uit Amerika komt. Nee, vind ik niet. Ik vind juist dat het hier ook heen moet komen. Ja. Ja. Enge verhalen vertellen en zo. Het is op een oude boerderij, dus dat is behoorlijk griezelig. Ja. Je ziet ook in de winkels hier allerlei dingen waar de kinderen zich mee kunnen versieren en vermommen. Voornamelijk vermommen ook en griezelig zijn. Sommige kinderen vinden het te eng. Ja, voor je tieners. Het is best wel leuk om een klein bank te zien en zo, weet je wel. Nee. Die pompoen is niet echt eng, maar meer die beelden erbij, die geest en zo, dat meer. Ja, het is leuk om eens een keer te proberen om te kijken wat het is, maar om het nou op zo'n manier te vieren en om het echt voor de deur te zetten en om rare skeletten en zo, nee, vind ik... Niet echt passen. Nog nooit meegemaakt dat de kinderen langs de deur komen. En dan moet je zo'n snoep geven, denk ik, hè? Ja, ik dacht wel snoep. Nou, dat moet je gewoon in huis hebben dan. En geven natuurlijk, hè? Als ze maar niet om geld vragen. Nee, dat vind ik een beetje... Dan moesten ze gewoon zo lang mogelijk mee wachten. Misschien als ze AOW hebben, zoals ik, dat ze een centje erbij willen hebben.